Maar misschien nu van Steensel de gelegenheidsspits. Doet dat wel heel fraai! Nee, van Steensel! Mijn hoogtepunt van de eerste seizoenshelft is de wedstrijd thuis tegen de Graafschap, waarin het 1-1 werd. Voor mij persoonlijk een doelpuntje en voor het team was het fantastisch dat we een punt pakten, eindelijk, en een doelpunt scoorden. Dus we kwamen twee keer van de nul af. We hadden een aantal wedstrijden niet gescoord en geen punten gepakt, dus dan is dat wel een bevrijding dat het eindelijk toch gebeurt. Nou, we hebben een hele matige start gehad. Ja, tegen de Graafschap dan en daarna Twente hebben we een punt gepakt waarin zeker tegen Twente we eigenlijk heel goed speelden. En toen hebben we daarna nog een periode gehad dat we even geen punten pakten, maar toen kwam er een goede periode van 4-5 wedstrijden waarin we heel goed speelden en punten pakten. Dus ja, je moet aan elkaar wennen, nieuwe trainer, hele nieuwe groep heb je. Veel gasten die hadden nog niks, geen ervaring met de Eredivisie, dus ja, dan is het ook niet raar dat je zo'n start hebt. Wel jammer, Jan, want je hoopt op beter, maar ja, het is niet raar. We hadden het kunnen verwachten misschien. We moeten het heel veel hebben van het collectief, waarin we vorig seizoen nog wel eens op Guillaume Fernandes konden hopen. En Geert Arendt-Roorde natuurlijk heel belangrijk kon zijn. Maar nu moet je het nog meer hebben van het collectief dan vorig jaar. En ja, de ene wedstrijd gaat wat beter dan de andere. Nou, de groep is gewoon fantastisch. We hebben een hele leuke groep. Niemand heeft ruzie met elkaar. Dus ja, wat dat betreft zit het goed. En ik heb het gevoel dat we voor elkaar door het vuur willen gaan. Alleen wat ik zeg, de puzzelstukjes moeten in elkaar vallen. En er zijn nu een paar wedstrijden geweest dat gebeurde. En een paar ook niet. Maar we moeten naar een stabielere periode toe. Komt hij al schieten toe? Dat denk ik niet. Dit is nog mooier. Dan moet hij er eigenlijk in. Sterker nog, dan gaat hij erin. Mooi gespeeld door Jonker. Ik ben nog steeds een van de ouderen, ondanks dat er een paar oudere spelers bij zijn gekomen. Ik zit hier het langst en ik verwacht van mezelf ook wat meer. En nou ja, wat ik zeg, ik probeer buiten het veld om ook belangrijk te zijn dat we een groep uitstralen. En ik denk dat met een paar gasten die dat de voortouw moeten nemen, dat het wel lukt. Als je terugkijkt op het eerste seizoen zelf, wat voor cijfer zou je die geven wat Excelsior betreft? Ja, je staat laatste, dus daar kan je nooit tevreden mee zijn. Ik zou het een 5 geven, omdat we toch kijken naar heel veel veranderingen. En 5,5 zou misschien richting de 6 gaan. We hebben stappen wel gemaakt, dat is wel heel duidelijk. Zeg maar 5,5 of 6. We hebben nog een hele tweede helft van het seizoen met veel wedstrijden, dus er kan nog heel veel gebeuren. En we zijn totaal niet kansloos. Sterker nog, ik denk juist dat we zeker VVV onder ons kunnen houden. Ik denk dat wij beter zijn als VVV. We krijgen ze gelukkig nog een keer thuis, maar we moeten in ieder geval zorgen dat we niet achterop raken. Ja, nou ja, er is maar één wens en dat is luisterbouwt in de Eredivisie. En direct, het zal heel lastig gaan, dus dat zal via de play-offs moeten. Maar ja, we hebben één doel en dat is VVV onder ons houden. Of in ieder geval een ander team onder ons houden.